Lieve kinderen, goedemorgen op deze Hemelvaartsdag. Jullie hebben vandaag vrij van school. Je bent misschien net weer naar school gegaan. Vandaag een vrije dag, want het is Hemelvaart. Het feest dat wij vieren dat Jezus naar de hemel is gegaan. Nadat hij eerst op aarde bij ons heeft geleefd, is hij nu voor altijd bij God in de hemel. Een bijzonder feest en ook wel een beetje een moeilijk feest om te begrijpen wat het precies is om naar de hemel te gaan. Vandaag gaat het over in de hemel zijn en op aarde leven. Wij leven allemaal op aarde en zoals je weet doe je dat door met je voeten op de aarde te staan. Ik sta nu met mijn voeten op de aarde en jullie raken met je voeten ook de aarde heel wat keren aan. Er zijn veel mensen die op hemelvaart op allerlei plaatsen gaan dauwtrappen. 'S Morgens vroeg in bed uitgaan om dan de eerste dauw aan te raken die op het land ligt. Dauwtrappen noem je dat, zoek het nog maar eens op. Misschien ga je dat zelf ook nog wel doen, of heb je dat al gedaan? Een wandeling maken in de natuur buiten. Je kunt niet zo heel veel doen deze hemelvaartsdag, want heel veel dingen zijn nog gesloten. De dierentuin en het pretpark en andere dingen, dat kan allemaal nog niet. Maar je kunt wel een wandeling gaan maken buiten in de natuur. En als je dan de aarde aanraakt met je voeten, dan kun je voelen hoe dichtbij je voeten de aarde aanraken. En zo dichtbij wil de hemel ook zijn bij de aarde. Zo dichtbij, als jouw voeten de aarde aanraken, zo dichtbij wil Jezus altijd bij zijn leerlingen, bij ons, de kerk, blijven. Nu in de hemel, zoals hij eerst op de aarde was en ook weer bij ons zal zijn. Ik wens jullie een hele mooie hemelvaartsdag. Misschien buiten, misschien binnen. En ik hoop jullie snel weer te zien.